Hallo, ik ben Willy Dillen. Ik ben PV-politicus. En ik wil gewoon dat de wereld de waarheid weet. 15 maart 2017 ben ik ontvoerd, verkracht, mishandeld door een groep moslims. Omdat ze graag wilden dat ik mijn mond zou houden in de Haagse gemeenteraad. Nadat ze klaar waren, zeiden ze: heb je respect voor Mohammed, heb je respect voor Allah, heb je respect voor Arnoud. En toen wist ik al wie erachter zat. Arnoud van Doorn, die ook in de gemeenteraad zit en die ooit door mij ontslagen is als medewerker. Die haat mij intens, die is ook een vreselijk gemene man. Nadat het gebeurd was, heb ik het aan niemand verteld. Ik heb de volgende dag gewoon mijn debatten gedaan. Het enige wat vanaf dat moment veranderd is, is dat ik nooit meer mezelf veilig heb gevoeld. 23 oktober kwam het tot een uitbarsting omdat de vierde burgemeester een anonieme klacht was binnengekomen dat ik niet in mijn huis in Ippenburg zou wonen. Dat was ook weer via de Partij van de Eenheid, dus via Arnhem. De burgemeester heeft een onderzoek gedaan, terwijl ze wist eigenlijk wel hoe het zat. Dus sindsdien ben ik gewoon enorm in de steek gelaten. De dreigingen gaan alle kanten door en niemand doet wat. Vorige week is het weer erger geworden. En ben ik aangehouden in Ippenburg. Met twee Marokkanen in de auto. Die zeiden van: we gaan binnenkort je keel langzaam doorsnijden en we laten je doodbloeden. Omdat je blijft strijden tegen islam, want het is dus nodig. Maar dat hebben mensen niet in de gaten. Nou, vanmiddag is het weer gebeurd, terwijl ik bij mijn andere werk bezig was. Ik heb het kindje, was ik mee aan het wandelen. En weer hetzelfde. Ja, weet je, ik ben gewoon bang dat ze mijn kinderen of mijn logees gaan pakken. En dat, daar kan ik niet mee leven. Maar ik wil dat de strijd tegen de islam doorgaat. Het is zo'n intrinsiek slecht iets. Ze vinden vrouwen helemaal niks. Ze vinden mij helemaal niks. Ze willen dat de vrijheid van meningsuiting wordt geknapt. Als dat allemaal gelukt is, zijn ze blij. Ik kan dat niet. Ik moet blijven strijden. Maar als ik blijf strijden als politicus, dan loopt mijn gezin gevaar misschien. Als ik dood word gemaakt, dat is maar zo. Maar mijn gezin, dat kan ik niet aan. Dus daarom heb ik besloten om ermee te stoppen. Maar ik wil wel dat iedereen weet dat de politie in Nederland super faalt. Dat ik in Krieken gewoon gefaald heb. Verder wil ik nogmaals, maar dat heb ik ook al met briefjes gedaan, mijn excuses aanbieden aan mijn familie, maar het gaat gewoon niet meer.